Het ministerie van LVV wil het district Nikeri fruitvliegvrij houden. Onlangs zijn de voorkomens van dit insect weer geconstateerd in Nikeri, terwijl dit gebied 9 weken lang fruitvliegvrij was. LVV zegt dat er waarschijnlijk fruit in het district is gekomen dat niet fruitvliegvrij was. Op verschillende locaties in Nikeri zijn fruitvliegvallen geplaatst. Over 2 weken zullen deze vallen worden gecontroleerd om na te gaan of de carambola fruitvlieg nog in dit gebied aanwezig is. Nikeri exporteert vanaf 2016 fruit, in het bijzonder manja, naar het buitenland. Een eis voor de export naar Europa is dat er in de gebieden waar het fruit vandaan komt geen insecten, waaronder de carambola fruitvlieg, mogen voorkomen.